Ja, de frontvrouw komt uit Engeland en de band komt uit Nederland. Samen maken ze harde funk en ouderwetse soul en zetten ze verschillende Europese festivals op zijn kop. Laura Veen en de Viper Tones. Ton, welkom met Laura first. I don't get it. You live in the UK? I do, yes. Where do you live? I live in Brighton. In Brighton. Yeah. And the band lives in Holland? Yeah. So how does it work? Oh, it works on the internet. It works on the internet. We do, we meet up and we record and we rehearse. Het lijkt me toch onhandig, Tom? Nee, het valt reuze mee. Ja, we maken goede afspraken. Ze komt regelmatig over voor optredens. En nu speciaal... Hoe hebben jullie haar gevonden dan? Ook via het internet. Ook via het internet? Ja, ja. Jullie waren gewoon een geweldige band zonder zangeres? Zoiets, ja. En toen dacht je, nou, laten we maar eens kijken. Nee, wij waren eigenlijk al fan van Laura, omdat zij op veel platen meezingt. En op een gegeven moment hebben we contact gezocht. En nou, dat werkte, pakte goed uit eigenlijk. Ja, het is echt een waanzinnig goede band. Laten we vooral gaan luisteren hoe dit swingt op de vrijdagavond. Beter kunnen we het niet hebben. Welk nummer gaan jullie spelen? We gaan Am I Dreaming spelen. En dat is gisteren uitgekomen als single hier in Nederland. Am I Dreaming. Ja. Good luck. Het album van Laura Veen en de Viper Tones ligt nu in de winkel. Straks de week draait door met Freddy Wennemars, cabaretière Dorine Wiersma en met een ode aan Erika Terpstra en de familie Gerritsen. Maar nu eerst onze week in Soundbites.